nature in all its glory. Simplicity and complexity at the same time. Ever since the beginning of time, nature is an inexhaustible source of inspiration. Infinite in her colors, shapes, and structures. Her smell and her taste. For the curious, for those who have the urge to experience and the unrestrained need to create, we are all originators in our own way. Pure passion, real craftsmanship. That is what connects us. Working with natural products and materials brings out the purest, the unadulterated. It awakens our senses and creativity. Our animal need to develop, to surpass each other. Quality does not belie. It comes from sincere attention. Craftsmanship's essential in making a really good malt whiskey. And here at Balvenie, we have growing barley in the fields surrounding us. We have our own team of coopers looking after our casks, repairing these. And we have David Stewart, the malt master. And without David, then we wouldn't have had all the wonderful Balvenie releases that we've enjoyed over the decades. Quality spirit, something that we would never think of changing. We don't sample it until it's been there for 6 months because we know it's not going to give us the flavours we want. The malt master knows as if gets the final say on whether a whiskey can be bottled, whether it can't be bottled. So it's my nose that counts. Voor mij was de reis naar Balvenie en Schotland echt essentieel om daar inspiratie op te doen voor het ontwerp dat ik ga maken van de vaten van de whisky. Inspiratie begint eigenlijk bij het materiaal van de vaten die allemaal heel verschillend zijn. Vervolgens ga ik bedenken van hoe wil ik het hout gaan bewerken. Dan heb ik het verzaagd en ga ik met dat materiaal op de manneken aan het werk. Van daaruit ontstaat dan eigenlijk het ontwerp. Telen gaat allemaal om vakmanschap. Het is een ode aan onze grondlegger, meneer Kastanpolski. En die is voordat hij begon als hotelier, is hij begon als kleermaker. Daar hebben we eigenlijk alle referenties aan in de bar. Een teler die maakt een kledingstuk op aanvraag en op maat. En wij doen eigenlijk precies hetzelfde met de cocktails. Je hebt natuurlijk een privilege gehad om naar de distillerij te gaan. Wat je vooral ziet is de passie erdoorheen. De gewone jongens die streven naar perfectie. Dat herkennen wij hier ook en dat sluit eigenlijk naadloos aan. The essence of grandeur is perfection in the details. The Balvenie Doublewood 25-year-old. Craftsmanship, creativity, and passion